En alle mensen van Dutch Gamer Nation, welkom bij Pokémon Silver. We gaan verder. Vorige aflevering hebben wij Whitney verslagen en gaan wij verder. En wat ik nu ga doen is even een paar Pokéballs kopen. Dus even kijken. Ben jij dan? Ja, jij bent het. Oké. Dan neem ik even 10 Pokéballs mee. Of Great Balls mee. En nog even wat Full Heals of nee. Ik ga nog even wat potions meenemen. Ik denk dat ik daar wel wat meer aan heb. En neem ik er gewoon 4 mee. Zo, back blood. Oké. Maar goed, met dit. Met die Great Balls die ik dus nu gehaald heb. Heb ik dus nu de mogelijkheid om verder te kunnen. Ja, in principe gewoon verder te gaan. En ja, wat wij dus nu gaan doen. Is met onze gieter. Ja, ik blijf de gieter noemen, want anders gaat dat niet goed komen. Met onze gieter, die we geloof ik ook echt maar 1 keer nodig hebben. Kunnen wij in principe verder. Waar we gebleven. Ja, in principe echt gewoon letterlijk verder dan waar we gebleven zijn. Maar ook terug waar we gebleven zijn. Want wij kunnen nu straks een mogelijkheid. Om. Ja, we hebben straks de mogelijkheid om 2 kanten op te lopen. Nou, wat ik nou. Het kan zijn. Ik weet namelijk niet zo zeker hoe en wat. Maar het kan zijn dat mijn Nidoran. Of mijn Nidorino trouwens. Dat die een ander level is dan. Wat het was. Want hij was een level omhoog. En nou dus niet omdat ik. De vorige keer. Ik was eigenlijk gewoon vergeten te save. Laat ik het maar zo zeggen. Dus ja. Toen moest ik de gym opnieuw doen. En ik heb hem net op een iets andere manier heb ik hem gedaan. Want ik wou er even snel doorheen. Dus heb ik eigenlijk heb ik het eigenlijk anders gedaan. Maar goed, het heeft mij eigenlijk weinig veranderingen doorgebracht. Dus kijk, doe 1 level, weet je, dat zie je. Kijk, het gaat wel even wat sneller trouwens. En een kadabra. Ah, kut. Ja, daar was ik al bang voor. Ah, fuck. Oké, geef me alsjeblieft nog even een kans. Nee. Nee, 2 kansen kreeg ik niet. Wat erg balen was, maar goed. Wat hebben wij hier? Wij gaan even naar Flavie. Ja, we gaan maar even met je lepeltje spelen. Doe normaal. Kijk, dat is beter. En Flavie is level 19. En leert geen nieuwe aanvallen? Nee, die leert geen nieuwe aanvallen. Tja. Oh, we gaan hier even onderlangs, want daar is nog een trainer. Die slaan we even over. Maar waarom ik hier nou heen ging, is omdat wij hier dus een boom hebben. Nou, normaal heb je bomen die je water moet geven. Dus die geven we gewoon bomen, of die geven we gewoon water. Alleen deze boom valt aan. Want het is geen echte boom, het is een Pokémon. En het is dan een Pokémon die ook gewoon niet van, van water houdt. Want het is een steensoort. Ja, steen houdt natuurlijk niet van water. Maar ook niet van gras. Dus vandaar dat ik even ging wisselen. Het is namelijk wel een Pokémon, die kom je ook echt maar 1 keer tegen. Dus als je hem nu vermoordt. Kijk. Hij slaapt en is praktisch dood. Dus gaan we even een Great Ball gooien. Die zal er waarschijnlijk uitvliegen. Niet eens. Wauw. Wauw.
Dat had ik dus echt niet verwacht, weet je. Maar goed, wij kunnen hier door. Gaan we even met hem praten. TM08. En dat is Rock Smash. Dit is trouwens ook een van de weinige... dit is ook trouwens voor mij de enige spel wat Rock Smash als TM heeft. Want volgens mij vanaf Ruby Sapphire Emerald is het een HM. Maar goed, wat het doet is bepaalde stenen gewoon kapot maken. Niet dat het echt noodzakelijk is in dit spel, maar... You never know. Oké. Okay. Hier hebben wij een slapende Pokémon. Of een slapend mannetje, een dik mannetje. En daar hebben we dus de mail voor nodig die... die dus aan de Pokémon zat. Kijk. TM 50, genaamd Nightmare. En dat is ongeveer hetzelfde als Dream Eater, alleen dan zelf nog beter. Zo. Maar goed, met dit dus gehaald, kunnen wij in principe verder. En zo zijn we in Violet City. En wij gingen natuurlijk in het begin gingen wij naar beneden. En dan zo in principe achterlangs of onderlangs weer naar boven. Kijk, en nu hebben we hier gewoon een pad wat rechtstreeks doorgaat. Nou, hebben we een tweeling, die slaan we over. Tenzij we na deze trainer nog wat tijd over hebben om niet te doen. Ik ga ervan uit van wel, maar je weet het maar niet, je weet het niet. Ah, we hebben hier een Drowsy. Tegen Weepinbell. Nou, als er iets niet goed gaat, is dat het wel, maar... Ik ga graag voor een uitdaging. Zo. Kijk. Wat een damage komt er uit Weepinbell nu. Jezus. Kom op. Ja. En Weepinbell heeft hem verslagen. Dat is very nice. Oh, mijn moeder gaat zeiken. Wat heeft mijn moeder? Ah, ze heeft een item gehaald met mijn geld. En die heeft ze dus in mijn computer gestopt. Dus in principe koopt zij spullen van mijn geld. Daar komt het op neer. Dus eigenlijk ben ik nu gewoon aan het levelen, aan het werk, aan het... Ja, gewoon mezelf aan het onderhouden. En dan gaat mijn moeder gaat mij gewoon... beroven. Daar komt het in principe op neer. Kijk. Goede combinatie. Slapen en dan aanvallen. En de volgende is een Clefairy. Nou, die hoop ik op dezelfde manier te kunnen doen. Sowieso dat hij slaapt. Kijk. Ik moet zeggen, Weepinbell is best sterk. Ik gebruik hem niet vaak. Maar ik had nou zoiets van, weet je, laat maar. Ik doe het gewoon een keer wel. Ik moet trouwens bekennen dat ik bijna nooit grastypes gebruik in dit spel. Of wel? Nee, volgens mij niet. Nou, dan hebben we een vuurtype. Nou, aangezien we natuurlijk al een vuurtype hebben, heb ik die niet nodig. Maar anders was Vulpix inderdaad wel de Pokémon geweest die ik hebben wou. Goed, volgende stadje. Of volgende stad. En daar hebben we hem. Hi, ik ben Bill. Ik ben een Pokémon
ja, of eigenlijk een computernerd wat een tijdcapsule heeft gemaakt. En die kan ja, uiteindelijk in de Pokémon's vanuit het verleden hier naartoe druilen en vechten en zo. Maar goed, die is dus klaar. En morgen kunnen we die dus gebruiken op alle Pokémon Center. Ik ga weer terug naar Goldenrod en ik zie je later. Oké. Dat was duidelijke taal. Met hem hebben we nog ook nog wel wat, te doen. Want wij gaan namelijk... Binnenkort gaan we naar hem toe. En daar krijgen we een Pokémon van. En de Pokémon wil ik namelijk wel hebben. Ik weet namelijk nog niet wie en wat en hoe ik dat ga doen. Ik ga trouwens even kijken. Balhaar, nou nee, Sudowoodo gebruik ik wel, daarentegen. Maar goed, we hebben dit dus gedaan. En nou bedankt jullie voor het kijken. Volgende aflevering gaan wij eens even rondneuzen, kijken wat we kunnen doen. Hoe we dat kunnen doen. Wie er is, wat we kunnen doen. En, nou ja, zoek het allemaal maar lekker zelf uit. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering. Dus, mazzel!